Dag dames en heren, we zijn hier aanwezig op het sportpark in Wansum. Wansum! Ja, en als u door Wansum reed, dan heeft u waarschijnlijk wel gezien dat er op het sportpark flink wordt gewerkt. En voordat dat uiteindelijk gebeurde, heeft er uitgebreid onderzoek plaatsgevonden waar het nieuwe sportpark het beste neergelegd kon worden. En wij waren benieuwd waarom uiteindelijk de keuze op Wansum is gevallen. Het sportpark in Wansum is er gekomen omdat een jaar of vijf geleden de gemeente Meerle-Wansum besloot dat er een sportpark Zuid en een sportpark Noord moest komen. Een sportpark Zuid, Tienrijswolde, en een sportpark Noord, Wansum, Letterswijk, Meerle en Geister. Het sportpark moest er komen omdat de zes parken van de oude gemeente Meerle-Wansum allemaal niet meer aan de eisen voldeden. En de toekomst, bestendig waren ze helemaal niet. Nou, sportpark Noord was de keuze van de gemeente Meerle-Wansum. En de gemeente Venray heeft toen, per 1 januari 2010, Wansum, Blitterswijk en Geisteren naar Venray gingen, een en ander overgenomen. Toen had de gemeente Meerle-Wansum al wat geld gespaard. En dat was de start van wat nu Sportpark de Meulenberg heet. We hebben een kunstgrasveld. En inderdaad, het eerste in de gemeente Venray, daar zijn we hartstikke blij mee. Maar het is een beetje nooit geboren. We hebben als een van de huurders, hè, straks, van de dragende verenigingen van de Stichting De Meulenberg, hebben we SV United met bijna 600 leden. En dat betekent dat je een heleboel terrein moet hebben om die mensen allemaal aan voetballen te houden. En kunstgrasveld kan beter tegen intensieve bespelerij dan een natuurgras. Dus het is eigenlijk ook een beetje een mot. Als je weinig ruimte hebt, maar wel veel behoefte om te spelen, dan kom je aan kunstgras. Deze mat overigens is uniek voor Nederland op dit moment. Het is de eerste die van dit type die er ligt. We hadden aanvankelijk voor een ander gekozen, maar de fabrikant zei, was zelf niet over de kleur. Niet zozeer over de kwaliteit van het gras zelf, maar de kleur stond hem niet aan. En die heeft deze aangeboden. En daarmee hebben we nou een uniek type gras voor Nederland. En we zijn er hartstikke blij mee. Nou, het type maakt het speciaal, omdat het een type is wat uniek is in zijn samenstelling, maar vooral in de manier waarop het is opgebouwd. Niet alleen cunet, waar het veld eigenlijk een gras op ligt, maar je moet je voorstellen dat dit sprieten zijn van 60 mm, 6 centimeter. Daar ligt eerst zand op en daarna komt er een kunststofkorrel op. En die, dat type, en dit heet dan Mono 360 van die fabrikant, het type schijnt uniek te zijn. Nou ja, wat verder bijzonder is, vind ik zelf, is dat zowel de lijnen wit zijn, en die zijn niet geverfd, dat zijn oorspronkelijk wit gemaakte lijnen, die zijn er later ingelegd, samen met het veld. Dus het is op zich wel een heel bijzonder procedé om te zien hoe dat je zo'n kunstgrasveld bespeelbaar krijgt. En natuurlijk is het zo dat we nu nog niet helemaal klaar zijn, hè? De kantine, u zei het al. Maar de onderin, de douches, die zijn allemaal klaar. Die kunnen al gebruikt worden. Volgende week wordt de gebouw in zijn totaliteit helemaal in gebruik genomen. En dan hopen wij op 20 oktober te openen. En dan zijn we er klaar voor. Staat hier een trotse voorzitter van de Stichting De Meulenberg? Dat kun je zeggen. Trots op die gigantisch vele vrijwilligers. Maar ook op het bedrijfsleven die het ons mogelijk hebben gemaakt om zeg maar eigenlijk tegen een financieel bedrag waar iedereen van zegt, ja maar hoe kun je zoiets bouwen voor zo weinig geld. Die vrijwilligers hebben het mogelijk gemaakt om dit te realiseren. En daar ben ik trots op, dat kun je wel zeggen. Ja. Hey. Hey. Hey.